Goedemiddag jongens, ik ben vandaag met SB. Wij gaan nu richting stad. Ik heb morgen een baby shower. Is die morgen al? Ja. Oh mijn god, helemaal niet serieus. Dus we moeten gewoon nu. Ja. Als jij nu niet maar ik weet al wat ik wil. Okay. Het gaat wel lukken, zeg maar. Ik ben aan het zweten gewoon. Het zonnetje schijnt echt lekker trouwens, maar ik kon niet vloggen daardoor. Omdat het gewoon zonnet op mijn kop schijnt. Maar goed, ik moet dus voor een baby shower moet ik een cadeautje halen. En dat is morgen al. Maar ik weet al wat ik ga halen. Dat komt wel goed. Geef me geen stress. Oh mijn god, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ga halen. Dat is nog het mooiste van. Ik weet echt wat ik ga halen. Je gaat dag van tevoren een cadeautje kopen. Nou, het is goed, schatje. Nee, het komt wel goed. Ja. Daarna, wat gaan we daarna doen? Oh ja, we wouden naar die nieuwe dinges gaan waar je het over had gisteren. Mrs. B. Oh ja. Ja, daar willen we naartoe. Ik weet eigenlijk niet eens wat het is, maar SME zegt dat het een kleine bijenkorf is. Niet klein, het is gewoon echt iets, tenminste, zeg maar, goedkopere variant. Zit nu in de oude V&D. Oh echt, daar! Dat is wel echt een chille locatie, ik moet je eerlijk zeggen. Overal zitten ze bijna niet over. Ja. Dus daar gaan we even heen en daarna gaan wij eten bij Esme. Esme gaat haar lekker spaghetti maken. Ze gaat lekker spaghetti voor ons maken, want Wiki komt ook en dan gaan we samen eten. Nessie had mijn batterij gepikt van mijn camera, dus ik kon eigenlijk vandaag niet vloggen. En toen heb ik Esme gevraagd om haar batterij mee te nemen, dus zij heeft me eigenlijk vandaag gered. Door haar kan ik vandaag vloggen. Ja. Dus bedankt Esme maar allemaal vandaag. En Red Bull weer. Red Bull live. Na elkaar dat wij Red Bull aan het drinken zijn. Dat is echt niet goed. We zijn echt gewoon verslaafd weer. Ja. En besef, zij dronk nooit Red Bull. Zij dronk echt gewoon nooit Red Bull. En ik heb deze week echt meer Red Bull gedronken dan in mijn hele leven gewoon. Het is echt niet goed. Maar weet je wat het is? Als het echt warm is buiten. Dat ik is... drink echt koude Red Bull. Ja, maar dat is niet eens het geval. Ik ben gewoon random Red Bull aan het drinken de hele tijd. Ja. Nee, maar eigenlijk moeten we stoppen. Zullen we gewoon een weddenschap doen? Wie de eerste stopt? Oh, dat win ik makkelijk. Ja, maar dat is eerlijk. Maar jij wint dat echt niet. Nee, klopt. Dat is goed. Doe maar. Kom maar, weddenschap. Nee, maar wij moeten een andere weddenschap doen, die je ook moeilijk vindt, zeg maar. Sowieso, wij moeten weddenschap doen wie er als eerst weer sushi eet. We hadden gisteren weer sushi gegeten. Dat kwam ook door jou. Jij zei van, ik ga eens meer roepen halen. Want ik wilde helemaal geen sushi eten. Oké, maar de eerste wie sushi gaat eten, gaat verliezen. Oké. Pinky promise. Ja, dat is het. We zijn nu in de stad. Godver, ik zit verkeerd voor... Oh. Wat is er dan? Ik ben verkeerd voorgesorteerd. Ja. Nou, oh, maar je zo naar rechts moet. Oh. Mm. We zijn in de city. Het is weer echt super druk op de koolsingel altijd. Oh, het is hier wel een goede belichting, man. Kijk, nu zijn we een beetje normaal, we zijn best wel bleek. Nu hebben we een soort van huidskleur. Ja. Het is wel een soort van niet wit. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, op camera zijn we wel echt gewoon wit gewoon. Dat zijn we in echt nee. Niet. Dit is gewoon echt, we hebben een huidskleur dat op camera echt gewoon niet mooi is. En wij zijn best wel getint op zich. Kijk, we hebben gewoon kleur. Ja, ik heb gewoon huidskleur. Ja, we hebben gewoon huidskleur. Maar als je echt zeg maar een kleurtje hebt, dan is het op camera wel veel mooier meestal. Ja. En wij lijken bleek gewoon spook. En ik heb nu nog donker haar alles. Dat voel ik me helemaal zo wit gelijk. Ja, maar kijk, ik ben wel gewoon bruin hoor op de camera. Maar ik ga ook gewoon donker. Kijk hoe strak die broeken. Oh, ik moet toch. Waarom doen boys dat? Snap je dat? Zijn boys? Ja, dat zijn boys. Huh? Het is gewoon. Nee, ik moet eerlijk zijn, ze is slanker dan ik. Ja, hallo, dit is gewoon fucking skinny gek. En dan ook nog een strakke broek. Die broek pas ik niet eens. Ik wil ze van voorzien, jij niet? Oh, kijk dan, mijn kapseltje, alles. Ja. On point, alles. Ah, ze doen wel moeite. Ja, tuurlijk. Ze zijn tweeling volgens mij. Denk je? Alleen omdat ze er zelf uitzien. Oh. Oké, we zijn er bijna, dus ik doe alvast mijn hoofd fascineren. Oh, je gaat petje ook doen. Ja, moet kijken hoe jij eruit ziet, Colbert. Oké, je hebt al sneakers aan, gelukkig. Ja, ik heb sneakers aan. Mijn nieuwe. Het zijn echt leuk, man. Ja. Kijk, hier zie je de kleur ook niet van goed. Zie je dat op camera? Zo moeilijk. Nou ja, dus dat. Ik heb het nieuwe. Trouwens, ik heb dit nog gekocht voor jou. Oh ja, juppie. Ik wil het eten. Oké, wij gaan ons klaarmaken en dan gaan we parkeren en dan gaan we lekker shoppen. Doei! Jongens, we hebben geparkeerd bij de Bijenkorf. Dus we kunnen zo lekker met de lift gewoon naar beneden. En dan gaan we weer naar de... Wat is dit nou weer? Gaan we meteen naar de kinderafdeling. Oké, ik weet dat zij zeg maar een zwarte wil van deze merk. Eden en Anais. Ik weet niet eens hoe het uitspreekt. Maar ik vind deze echt zo cute met giraf. Maar je hebt er meerdere van. Je hebt, kijk dan. Kijk dit, hoe cute. Maar ik vind die giraf leuker. Laat eens de giraf zien. Maar je weet zeker dat het niet een beetje op een varkentje lijkt? Ja, maar wij vonden deze giraf een beetje op een varken lijken. Dus die durf ik niet te halen. Vind je niet? Ik weet het niet, man.
Ik vind een combinatie van een varkentje en een koe. Ja, ik vind hem echt niet mooi. Maar ik denk dat ik deze zwadden ga halen en die wou ze graag. Zal ik deze terug doen? Ja. Geen verstand van babydingen. Maar ik weet wel dat ze zo'n zwadden wil. Ook, maar kijk dit dan. Hoe heet zo'n ding dan? Een slaapzak. Maar ik vind de print alleen niet leuk. Is met een... Misschien, oh, hier heb je nog meer. Sleeping bag. Heb je ook in het Engels een sleeping slaapzak? Oh, maar heb je niet een giraf daarvan? Nee. Oké, we gaan even verder zoeken, jongens. En laat ik jullie straks zien wat ik heb gehaald. Oké, jongens. Ik heb hier eigenlijk niet zoveel gevonden. Eigenlijk niks behalve dit. Maar ik ga het gewoon nu halen. En dan gaan we naar Hudson's Bay. Om te kijken of ze daar misschien nog leuke dingen hebben. Want ik wil wel wat meer halen dan dit. En ik wil eigenlijk misschien een knuffeltje, gewoon zo'n giraffenknuffeltje. Maar ik weet niet of ik het ga vinden hier. Dat zien we wel. Trouwens, ik heb gisteren mijn nagels gedaan. Kijk, even groen. Vind ik echt mooi. Even wat anders, en ik heb ze een keer niet recht goed op gedaan. Oké, jongens, wij zijn nu bij Hudson's Bay. En Esmee is make-up shoppen. Ik ben aan het wachten op haar. Hier, daar is ze. Jongens, kijk één keer dit mutsje. Het is echt te schattig. En je hebt hem ook nog in het roze. Hey guys, we zijn dus niet geslaagd bij Hudson's Bay. Ik vond de kinderafdeling niet zo mooi hier als ik er moet zijn. En ik weet wat het is, ik hou niet van noppies. Ik hou gewoon niet van noppies. Ik weet niet, ik vind het een beetje saai of zo. Ik heb besloten om gewoon deze slabbertjes op te halen van hetzelfde merk. En eigenlijk wou ik liefst ook giraffies erop, maar volgens mij hebben ze die niet. Dus ik ga gewoon afrekenen, want we zijn een beetje laat en Whitley wacht op ons. Oké, ik ben nu aan het wachten op Esmee. Zij is even naar de derde verdieping gegaan om een kaart te halen. Die is vergeten in de auto. En dan ben ik hier lekker aan het wachten. Het is echt zo'n lekker windje. Met mijn tasjes. Ik dacht dat ik even slaap. En ja, ik ben even wachten. Hoeveel denk je we moeten betalen? Oké, daar maar. Deze gaat nog goed. We gaan betalen, ik denk heel veel. Oké, gok nu. 10. 6. Net zo duur als het een merk is er. Gewoon even vast zit in de garage. En weet niet meer hoe je eruit moet komen. En Whitley wacht op je thuis. Whitley zit gewoon al in mijn huis. Ja, ze zit gewoon al thuis bij haar op te wachten op ons. En die heeft honger. En ik heb honger. Moet koken. Besef, goed geregeld. Je laat me gewoon uit. Nee, ik ben ook echt blij dat ik cadeautjes heb gehad, maar we zijn wel echt kapot. Dat is wel echt heel vermoeiend. We gaan helemaal niks doen vanavond. En ik zweet me ook echt dood. Ja. Echt een lekker nummer, hè? Voel het voor me, voel het aan. Bellen in de auto. Okay. Je staat op de vlog. Ja. Hoi! Besef hè, bellen, live en vlog. Druk maar op live. We gaan ook live. Dus nu ga je alles tegelijk. Ondertussen is het al een half uur later en we zitten nog steeds in een file in een garage en we zijn nog steeds live. Live! Yes, dat is wel gezellig, ik moet je eerlijk zeggen. Whitley is gewoon 2 uur alleen geweest of zo. Hester. Mensen zullen ook denken, hoe komt zij hier dan in haar huis? Oh, yummy. Ziet er echt goed uit. Echt ik pak gewoon een bordje voor mezelf, doei. Ik weet niet, Oké, ik heb lekker 2 bordjes spaghetti gegeten. Was echt lekker. Even kijken hoor. We zijn super gezellig aan het doen. Ik wou zeggen, als je dit ziet... Nou, we hadden net wel leuke gesprekken. heb je mij gefilmd? Nee. Oh, anders zien mensen zo... Tering. Maar ja, ik wil jullie wel filmen hoor, zo zien ze er nu uit. Super leuk. Alles. Ik ga nog even kletsen hier. Ik ga even zo koffie drinken. Esmee heeft altijd heel lekkere koffie. En dan ga ik denk ik richting huis. Ik ben echt moe. Maar ik moet me wel brengen, hè? Maar het is kapot. Oké. Besef even lengteverschil tussen ons en Esmee. Kijk en... SW en haar minions. We zijn echt haar minions inderdaad. Ik wil het echt even op de foto. Ja, dat vind ik echt leuk. Ik wil het ook even op mijn Instagram picture. Oké. Okay. Oh, dit is mijn eigen teringhoofd. Ga jij zo'n boomerang doen of gewoon normale foto? Wat zal ik doen? Boomerang, dan gaan we allebei dit doen, ja? Ja, is goed. Okay. Dan blijf ik stil zijn, ja? Zeg maar ja. Oké, okay, wacht. Boomerang. Oké, 1, 2, ja. Die is nog een hele... Laat zien.
sla op. Oh, dit is echt leuk. Sla op. Ja. Oké, ik wil nog meer. Ik wil meer. Ik wil nog eentje. Oké. Okay. Maar het is heel donker wel, hè? Maar maakt niet uit. Zal ik vieren? Ja, camera. Ja, kan je? Maar dat zie je niet, toch? Zie je het of niet? Even kijken. Volgens mij wel. Oké, okay, let me know. 1, 2, ja. Oh, nee, die was niet mooi. Nee, die was niet mooi. Mijn haar. Kijk mijn haar is niet mooi. Nee. Sla gewoon alles op en dan kijken we wel op het einde. Oké. Als je het plaatst. Take 3. Oké, ik moet wel even goed staan, want zie je hem nu in mijn hoofd is moeilijk. Ik doe het zonder licht. Mannen. Zonder licht? Ja, wat ziet er niet uit? Mijn boer, wat komen maar ook weer niet. Oké. Oké, 1, 2. Dit is zo droog. Ik ga stuk. Wat doe ik? Ah, ik ga het gewoon allemaal leuk. Slaan. Ja. Maar ik heb pas 2 nu. 2 goeie. Gaan we nog meer doen? Oké. 1, 2, ja. Whitley is zo fancy, ze heeft zelfs zonnebril op in huis gewoon. Nee! Zo jongens, het is inmiddels nu 10:30. En mijn auto is kapot en moet naar de garage gebracht worden. Want hij maakt geluid bij het sturen en dat is een beetje eng. Dus Esme, je brengt me even naar huis. Nou, dan ga ik gelijk mijn pyjama aan doen. Ik denk dat ik meteen naar bed ga. Dan ga je weer 100 jaar live. Nee man, ik ben echt moe. Nee, ik ga lekker naar bed. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zet bij deze vlog af. En ik zie jullie morgen. Doei. Doei.